Oh, ik hoop echt zo dat Olivia gaat doorslapen. Ik ga morgenochtend naar Parijs. En het zou zo relaxed zijn als zij doorslaapt. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik probeer enthousiast te doen, maar ik heb vannacht niet geslapen door de baby met waterpokken. Die was dus de hele nacht wakker. Om 12:30 begon dat. Niet echt 5-6 uur achter elkaar gehuild. Dus dat was echt not a great succes. Om het zomaar even kort samen te vatten. En ik heb nu afspraken. En daar ga ik naartoe. Want dat moet ook gebeuren. En ik kan echt letterlijk niet meer nadenken. Gewoon over wat ik moet doen. Dit heb ik aan. Deze tas dan maar, ja. Tas mee, telefoon mee. En ik ga er vandoor. Dus ik zie jullie zo. Oké, ik ben naar mijn afspraken naar Knap gegaan. En ik heb net een spraytan gehad. En die zijn de beste van Amsterdam. En ik sta dit te vloggen voor een hele file. En iedereen kijkt wat zij aan doen. Maar ik ga nu naar huis en e-mails doen. En dan ga ik even shooten. Ik ben weer thuis. En Sander's broer is er. En zijn kinderen. Dus de nichtjes van Bibi en Olivia. En ik heb net deze trui binnengekregen van Off-White. En ik vind hem zo mooi. Wil je even de achterkant filmen? Ja. Kijk. En dit is de achterkant. Dus ik zal, als hij er nog is. Bij Farfetch heb ik hem gekocht, hè? Ja, bij Farfetch. Laat ik een link hieronder achter. Nou, wij gaan naar Artus. En het is dus heel zonnig buiten. Dus ik ga hem even insmeren. En dan. Waar is het dan? Nee, hè? Ja. Artus is gezellig. Oh, ik hoop echt zo dat Olivia gaat doorslapen. Ik ga morgenochtend naar Parijs. En het zou zo relaxed zijn als zij doorslaapt. Maar you never know. Ik neem deze mee. 30. Op zich is 30 wel genoeg en het is iets minder vet. En daar ga ik mezelf mee insmeren nu. En dus ook maar mijn handen. En die neem ik in mijn tas even mee, want die kids moeten zich ook even insmeren. Ik heb ook zo'n roller van Nivea. Maar die zit in de luiertas, want die gebruik ik voor Olivia. En Bibi heeft er ook een op haar badkamer. Die is dus helemaal verslaafd aan die... Hebben jullie dat al gezien? Die kleine rollertjes van Nivea die je nu hebt. Die zijn echt super chill. Die zijn eigenlijk speciaal voor kinderen. Maar ik neem deze gewoon mee. Deze gebruik ik ook echt al vanaf dat ik... I don't even know hoe oud ben. Ik gebruik deze dus echt al jaren. Maar ze hebben nu een nieuwe formule. Dus hij is nu nog beter. Let's go to Artis. Oké, nou het is even later. En deze dag is echt heel anders verlopen dan gepland. We zouden naar Artis gaan. En vlak daarvoor dacht ik van nou, ik ga toch nog even Olivia's temperatuur opmeten. En toen had ze dus 40,5 graden koorts voor de derde dag. Ondanks dat we heel veel paracetamol gegeven hadden. Dus toen had ik de huisartsenpost gebeld. Want het was net 5 uur geweest. En die zei, kom maar even langs. Dat hebben we gedaan. Die zei van nou, ze heeft echt... Ja, ik wil het niet filmen, want het is echt een vreselijk gezicht. Maar die zei, ze heeft echt de allerergste versie van waterpokken die je maar kan voorstellen. Het is allemaal ontstoken. Dus toen hebben we allemaal andere dingen ook gehaald bij de apotheek daar. En zijn we naar huis gegaan. Toen kwam Sander's broer dus. Tenminste, die was er al. En er kwamen allemaal mensen langs. En heb ik even snel nog wat gekookt toen we terugkwamen van de huisartsenpost. Want dat was natuurlijk alweer 2 uur later ook weer. En net hebben we de vluchten naar Arles geboekt. Want dat is ook over 10 dagen. En Airbnb en de hele shabam. En nu slaapt Olivia net weer. Maar ik heb zo'n gevoel dat dit weer eenzelfde nacht gaat worden als gisteren zonder slaap. En morgenochtend gaan we naar de musical van Bibi. Daar heb ik wel heel veel zin in. En dan naar Parijs. Ik moest zo ook nog even mijn koffer inpakken. Ja, dus het was allemaal een beetje een chaos. Maar hopelijk kunnen we nu een paar uur slapen, San. Hopelijk. Het zou echt zo fijn zijn. We zijn allebei echt kapot. Toch, schat? Ja. Heb jij er nog iets over te zeggen? Oh. Nee. Nee? Hoe voel je je? Geleefd. Ik ook. Bizar. Ik moet echt even een uur iets anders doen om bij te komen van al deze problemen. Maar echt, het is zo'n bizarre dag. Ik wil echt nergens meer over nadenken. Oh my god. Een uurtje of twee op zijn minst. Ja. Maar ons kleine beestje is wel, ons kleine liefje is wel een troeper.
Zo zielig, jongens. Ik moet haar ook. En Bibi is ook echt super lief voor haar zus. Dat is echt. Ja, Bibi is de liefste grootste zus ooit. Echt heel lief. Oké, ga een huisboek in alleen. Oh, heb je dat net niet gedaan? Nee, ik wil het je nog één keer laten zien. Nee, maar schat, kies gewoon wat jij wilt. Ik hoef het niet te zien. Oké, nou goed. Ik ga ook de vlog voor vandaag afsluiten. Ik denk dat het een beetje kort was. Ik weet niet echt meer wat ik gevlogd heb allemaal. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie morgen.